Nou ja, als je de Zaankanters kent, dan weet je dat wij nooit Amsterdam gaan worden. Het doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Zaanstad, dat is een droom, maar het gaat wel uitkomen. We zagen vorig jaar dat bijna 40% van de Zaanse koopwoningen naar Amsterdammers ging. Dat is best veel. Dus de politieke druk en de druk vanuit onze inwoners was vrij groot. De wachtlijsten zijn hier 11 jaar voor een sociale huurwoning. En je ziet gewoon dat men gewoon overvraagt, hè, dat die woningen gewoon duurder worden. Vorig jaar stonden maar 19 woningen in heel Zaanstad te koop onder een bedrag van 2 ton. Terwijl op Funda 23.000 mensen gericht naar een woning aan het zoeken waren, om even aan te geven wat het probleem is. Wij zijn als Zaanstad al langer bezig met het model betaalbare koop Zaanstad, waar wij als Zaanstad echt voor 100% aandeelhouder zijn. Waarbij wij in de eerste plaats voorrang gaan geven aan starters met een inkomen tussen de 35.000 euro en 42.000 euro. Een erfpachtmodel en een inkomensafhankelijke kanon die we van ze gaan vragen. Daarmee zeggen we niet dat niemand in aanmerking komt voor BKZ. Die mogelijkheid bestaat alsnog. Maar we gaan eerst beginnen met de Zaankanters, met de starters. En zeker als we een sociale huurwoning krijgen, dan krijgen ze als eerste voorrang.